Een dag lang Timon stalken. Met een vermomming en twee camera's reden we naar België toe om dit spannende avontuur te beleven. Timon herkent ons natuurlijk heel snel. Dus het is super belangrijk om geen aandacht te trekken. Ja, dat ging misschien iets minder. Maar we hebben ons heel goed voorbereid. Dus wat kan er nou misgaan? Toch? Shit. Timon heeft onze camera gevonden. Maar hoe gaan we dat doen? Want zo gaat hij ons natuurlijk herkennen. Ja, shit. Ja. Misschien een vermomming? Oh, dat is best wel een goed idee. In 3, 2, 1... Oh! Oh, shit. Timon, je ziet hem niet aankomen. Wow. Watch out for this. Yeah. Ik hoop dat Timon ons nu niet gaat herkennen met deze outfits. Dat komt wel goed, denk ik, als ik zo naar jou kijk. Wat zie jij er grappig uit? Jij ook. Maar jij bent nog enigszins knap. Ja, maar dat haar is echt verschrikkelijk, hoor. Ja. Ik ben echt zo'n... Zullen we naar België toe gaan? Let's go. Ja. Nou, we zitten nu in de auto. En we zitten natuurlijk niet in mijn auto. Want mijn auto die kent Timon. Mm-hmm. Dus we zitten in de auto van mijn moeder. Ja. Een zwarte Peugeot. We wel Nederlands kenteken. Maar ja, dat kunnen we helaas niet veranderen. Want we moeten nu natuurlijk naar België toe. Dat is 1,5 uur rijden. En daar vertrekt Timon rond 12 uur, 1 uur vanuit huis. Met de fiets. Dus we gaan hem achtervolgen op de fiets. We hebben dus contact met zijn broer en zijn zus. En dat weet hij dus niet. En die houden ons continu up-to-date wat Timon de hele dag door gaat doen. Vandaag gaan we naast Timon stalken ook een opdrachtenlijstje af. Een van die opdrachten is zo dicht mogelijk bij Timon komen. Of aanbellen aan Timons deur. We gaan iets aan Timon geven. En we gaan proberen hem naar ons te laten kijken zonder dat hij door heeft dat wij het zijn. En als laatste gaan we inbreken in zijn huis. Ja, ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar we hebben wel contact met mensen daar binnen. Dus we hopen dat zij ons binnen kunnen laten en dat we dan ergens kunnen verstoppen of zo. Oh, maar hij gaat echt niet verwachten dat wij daar zitten. Hè? Want wij zijn dus ook nog nooit bij Timon thuis geweest. Wij kennen naar zijn denken geen een van zijn ouders, zijn zus, zijn broer. Hij weet echt niet dat wij nu contact hebben met zijn familie. Nee, hij heeft echt geen idee. En ineens staan wij dan in zijn huis. Dat is echt super raar. We zijn sowieso best wel raar dat we dit gaan doen. Ik heb er wel heel veel zin in. Laten we naar België gaan. Let's go! Oké, we zijn in België. En we staan hier voor de supermarkt. En wat gaan we kopen hier? Ja, we gaan hier dus popworst halen. We hebben dus net te horen gekregen van de broer van Timon. Dat we best wel makkelijk bij zijn fiets kunnen komen. Want die staat namelijk buiten in een schuurtje. En wij dachten, hoe grappig als we hier nu plopworst in de supermarkt halen. En dan een plakje op zijn zadel leggen. En dan ergens een GoPro verstoppen. Dat we gewoon kunnen filmen dat hij een plakje plopworst tegenkomt op zijn zadel. Maar hiervoor moeten wij dus zijn tuin inlopen. Hè? Ja. Dus dit wordt echt heel tricky. Oh, ik vind het zo spannend. Ja, maar laten we eerst even de plopworst gaan halen. Ja, we gaan even plopworst halen. Ja, het is ook echt scheidweer. En Timon die moet zo meteen door dit weer heen gaan fietsen. Door ons, hè? Door ons. Ja. Want de broer van Timon die zei, ja, ik kan hem ook brengen met de auto naar de scouting. Zei hij, ja, maar dan kunnen we hem niet volgen. Oké, okay, dan breng ik hem niet. Ik wil wel echt met kabouter plop erop. Ja. Oh, ik zie hem. Plop. Holy shit. Real plopworst in de pakket. Het regent, dus wij gaan, ik stel de auto in en Timon niet, want die mag straks gaan fietsen. Hier reden we voor het eerst langs Timons huis. En ik kan je vertellen, de spanning begon nu wel erg op te lopen. We staan hier bij Timon. Het is 11:15. En Timon vertrekt rond 12:00, 1:00 ongeveer naar scouting. Oké, wat ik denk dat we nu kunnen doen, is gewoon een keertje langs het huis lopen. En gewoon een beetje kijken van, hoe ziet het eruit? En kunnen we ergens naar binnen sneaken? Straks kijkt hij toevallig uit het raam. Wie zijn dit nou weer? Het is echt zo'n rustige straat. Ja. Ja, maar zullen we even naar het huis toe? Ja. We gaan er eventjes heen. We gaan even een stukje lopen. Dit is gewoon het huis van Timon. Oh my god. Ik ga echt in mijn broek plassen vandaag. Ik ben er echt heel zeker. Er gaat een moment komen. Zacht te praten. Misschien staat wel een raam open. De buurt ook, die ziet hier dat wij een beetje lopen te staren naar dat huis. Zometeen hebben zij zo'n buurt-app. Lopen hier twee rare figuren een beetje de bosjes heen te kijken. We moeten niet verdacht doen. Nee. Dat doen we ook niet, ja, hoor. Dat doen we wel. Het is ook nu de eerste keer dat we in een wijk in België zijn.
Ja, dat ook. Ja. Ik vind het wel vet. Ja, ik vind het ook wel vet. Kijk hoe zoveel meer ruimte ze hebben. Bij ons is het allemaal op elkaar geklemd. Opgepropt. We hebben net van de broer van Timon te horen gekregen dat we de camera mogen neerzetten in de schuur. Ja. We gaan nu de tuin in van Timon. We gaan nu de tuin in. Moeten we toch een hammetje even neerleggen? Oeh, ja. Volg je toch? De hoogste tijd om Mr. Plop even op de fiets van Timon neer te leggen. Zielig zijn, hè? Want je gaat waarschijnlijk vragen of ik hem kan brengen en ik ga ze zeggen, ja, nee, geen tijd. Dit zie je echt super goed. Dit is een dom idee. Als je nu even snel kijkt, ja? Eerlijk? Je ziet hem niet. Je ziet hem niet. Hij gaat hem echt niet zien. Hier, zo is hij. Tussen al die handschoentjes. Nee, Ploppen. Sorry, Timon, echt sorry. Jongens, er is echt iets heel bizars gebeurd. De broer van Timon, die heeft dus een geblendeerde auto. En daar zitten wij dus nu in. Kijk, je ziet het nu supergoed wat er buiten gebeurt. Maar van buiten zie je dus echt niet wat hier binnen zit. Niks. Timon die komt straks hier zo langs. En hij ziet ons niet, maar wij zien hem straks wel. Ja. En als hij dan wegfietst, dan sprinten wij weer terug naar onze auto. En dan rijden we kaart achter hem aan. Ja. Oké, als Timon op tijd wil zijn met de scout, dan moet hij binnen nu in een half uur vertrekken. Dus we denken dat dit het perfecte moment is om de GoPro aan te zetten. Ik denk dat we echt nu snel moeten zijn, anders komt hij straks. Ja. We moeten echt heel erg stil zijn. Oké, hij filmt. Plop. Moment naar rechts keek, dan zag ik ons lopen. Timon besloot direct zijn gekke vondst te delen in de vriendengroep app. Maar iedereen in de groep wist natuurlijk al lang dat wij dit gingen doen. Dus die spelen lekker mee. Oké, dit was zo eng. Holy shit. We gaan nu heel snel naar de auto om iemand te achtervolgen. Want hij is op de fiets, dus hij is slomer dan wij. Ja, hier moet er wel links. Oh my god, Maxime, ik vind het zo spannend. Waar is hij? Ah, hij is daar. Kut. Hij fietst daar. Zo veel medelijden met je Ja. Ik schijt echt 500 kleuren. Hij komt eraan. Maar eigenlijk hebben wij dit gedaan. En wij hebben ervoor gezorgd dat hij nu op die kutfiets zit. Hij is zo aan het struggelen. Oh my god. Hij fietst zo slow. Ik heb echt angst. Niet, dit is de zoveelste keer. Hij kijkt gewoon niet. Hij tikt door. Hij kijkt gewoon echt niet. Als hij voor de tweede keer straks weer langs fietst, of voor de derde keer, we moeten straks even gaan toeteren. Ja. Oké. Ja? Oh, maar we hebben wel een Nederlands kenteken. Je moet er niet meer langs rijden, want dan vallen we echt op. We moeten twee aanwijzingen naar ons zijn, die flapborst en Nederlands kenteken. We moeten echt nu niet meer gaan fokken. Nee, we moeten niet meer fokken. We rijden nu even naar de scouting toe en dan gaan we daar een goed plekje vinden. En dan gaan we staan en dan hopen we dat we nog even een goed shot van Timon kunnen pakken. Ja. Dat hij naar binnen gaat. Ja. Het gebouw waar we nu bij staan heeft dus een voor- en een achterkant. En wij weten dus niet of dat Timon via de voorkant komt of de achterkant. Ja. We staan nu dus bij de voorkant. Maar toen dachten we even dat we Timon hadden gespot. Fuck,
Fuck. Timon komt eraan. Sorry, jongen. Hij fietst daar naar binnen. Dat is hem 100%. Hij loopt letterlijk daar. Doei, Timon. Tot zometeen. Doei. Wij gaan even wat eten. Timon had naast de foto ook een leuke spraakmemo gestuurd. En die gaan we nu luisteren. Jongens, ik zweer het, ik heb geen plompost op mijn eigen zadel gelegd. Nee, maar ik ging vertrekken en ik keek naar mijn fiets en dan lag daar gewoon. Maar het is onmogelijk dat iemand dat heeft gedaan, want dat, zeg maar, dat is in mijn tuinhuis en dat is helemaal achter mijn tuin. Dus je moet echt al door heel mijn tuin lopen om dat te doen. Dus het eerste wat ik dacht was oprecht dat jullie een of andere YouTube video aan het filmen waren. Dus ik was echt zo aan het zoeken, oké, je moet ergens een camera hangen, want het is te toevallig. Maar oprecht, ik weet niet hoe het daar komt. Ik zweer het, op alles wat ik heb. En het kan ook niet mijn broer zijn, want we hebben niet eens plompost thuis. Snap je? We hebben dat niet. Dus het moet iemand gedaan hebben, maar het ding is, ik was ook pas thuis vanmorgen om 7 uur, want ik was uitgegaan. Dus wie de fuck doet dat in de voormiddag tussen 7 en 1 uur? Snap je? Het is echt heel raar. Ja, maar wie de fuck doet dat inderdaad? Oh, maar besef ook, hij heeft rondgekeken, hè? Hij heeft gewoon rondgekeken. Oké, wij gaan even wat eten en dan zijn we zo meteen weer bij jullie terug en dan gaan we Timon weer stalken. Onze andere Belgische vriend komt even hallo zeggen. Hey! Hier is Simon. Aan mij, toevallig. Simon is allemaal deel van het complot. Kes van het complot, super spannend. En die gaat straks in zijn huis wachten op hem. Ja. Ja, we gaan in zijn huis verstoppen. We gaan inbreken. Timon gaat ons haten. Timon wil geen vrienden meer met ons zijn hierna. We zijn weer terug. Het is inmiddels alweer 4 uur geweest, bijna 4:30. Wij gaan even kijken of we Timon kunnen spotten op het terrein. Ik word een beetje ongeduldig. Ik word ongeduldig. Ik wil weer risico nemen. Inderdaad. We moeten dat terrein op. Ja, let's go. Succes. Ik ga gewoon linksom lopen en ik zie wel wat ik kan filmen. Sophie besluit om in een hele verdachte outfit bij een speelplek van kinderen te gaan staan. Als dat niet opvallend overkomt, weet ik het ook niet meer. Ik zie hem, jongens. Ik zie hem. Oh, ze komt eraan. Oh, hij kijkt me na. Hij denkt echt, wat is dit voor rare creep die daar voor een hek staat bij allemaal kinderen. Oh, ik zie er ook echt heel creepy uit met die zonnebril. Ik heb hem echt gezien. Oh mijn god. Wat? Oké. Okay. Ik sta er dus bij een hek. Ik sta in een lange jas met een zonnebril te kijken. En zo'n teamleider die kijkt mij aan en die denkt, wat is dit voor rare creep? Er zitten allemaal kinderen te spelen en er staat een rare creep voor het hek. We zitten nu in de auto voor het gebouw. En Timon komt over een uurtje weer naar buiten. Dus we gaan hier even heel erg lang uitzitten. En dan gaan we hem achtervolgen naar huis. En dan gaan wij een hele leuke verrassing klaarleggen bij hem thuis. Ja, en het heeft te maken met plopkoek. Plopworst. Oh, niet ruiken. Oh, waarom doe je dat? Leuk, even één keer. Nee, wil ik niet. Even één keer goed, kom. Het is helemaal warm geworden. Ja, al vanochtend ligt deze in de auto. We gaan even de hele plopworst verspreiden door zijn schuur heen. Dat hij straks weer terug thuis komt en denkt, wat is dit? Nee, we hebben een hapje plopworst. Nee, grapje. Natuurlijk niet. Ben je helemaal voor plopworst gerukt? Daar zit hij. Hij gaat de andere kant op. Wat de fuck? Hij gaat de andere kant op. Goed. Oh, ik haal hem. Oh. Wat? Het belangrijkste, het allerbelangrijkste bij undercover zijn is niet in slaap vallen of domme dingen lopen doen, want nu is ons doelwit weggefietst. Ja. We zijn vanaf 2 uur aan het wachten tot 5:30. Dan gaat hij een keer weg. Zijn we te laat? Kijk. Rustig. Kijk hem hard fietsen. Niet gillen. Sorry, ik durfde echt niet te filmen. Hij keek vol deze kant op. We moeten nu racen naar huis toe om snel die plopworst neer te knallen. En te gaan verstoppen, want anders komen we echt te laat. We hebben een kwartier de tijd om en die auto te verstoppen, en de plopworst neer te leggen, en te verstoppen. Timon kreeg de hele tijd in zijn auto in. Hij heeft het door. We zijn nu bij Timon. We gaan nu zo snel mogelijk de plopworst neerleggen in de schuur. En dan verstoppen in zijn huis.
Yes, oké, top. Ja, hij filmt? Ja, hij filmt. Wacht, oh, ja, die plopworst. Gooi het gewoon hier. Let ik als je fiets moet komen. Een cadeautje voor Timon. Ik kom wat zeggen. Moet echt weg, moet echt weg. Hier kunnen we denk ik naar binnen, of niet? Watertje erbij. Wij staan klaar. Camera staat klaar. Nou, het doet wel lang over, hè? We dachten dat hij snel aan het fietsen was, maar... Zo. Het duurt toch wel erg lang met die Timon. Oh, oké. Oké. Hij is er. Waar is die? Die kant. Ja. Hij gaat straks die borst zien. Ik vind het echt zo raar. Kijk. Dit was er vanmorgen nog niet. Ik dacht echt eerst dat het een... Dat jullie een of andere video aan het maken waren of zo. En dat jullie een camera in hadden. Maar dan verwijdert Timon de video, omdat hij bang is dat we hem niet geloven. Die zijn hier, hè? Wat is dat? Een camera. Die met volle camera. Is dat een GoPro? Nee. Waar ben je naartoe? Waar is het? Stommerig, hè? We gaan daar ook een camera. Ik denk dat wel een beetje is. Wat? Ah! Oh my god. Wat is dit? Ik kan echt niet. Dat zei ik al heel dag. Ik zei tegen iedereen aan het zeggen, al mijn vrienden, hebben jullie een plopworst op mijn fiets gelegd? We hebben je heel dag gestalkt, Timon. We zijn vanaf 8 uur 's ochtends al bezig. Maar ik heb geslapen tot 12 uur. Ja, we hebben heel lang gewacht op jou, tot je wakker was. Ja, we hebben alles voorbereid en jouw buurt met alles geholpen. Kijk dit. Toen ik daar stond en ik zag dit naar mij kijken, was ik zo in paniek. Ja, wat dacht je? Hebben die beelden teruggekeken? Nee, ik zag haar, maar rood haar, maar ik wist niet dat zij het was. Dus ik dacht dat de een of andere rare chick was die zo hier kwam inbreken. Mijn zus heeft ook meegewerkt. Ja, je zus. Moeder weet het en mensen op de scouting wisten het. Dat is niet waar. Jawel, mensen op de scouting wisten het ook. Nee, dat is echt niet waar. Jawel, dat is echt waar. Dat is echt waar. Omdat we Timon nog een beetje te vriend wilden houden, brachten we hem naar zijn volgende afspraak. Maar hij wilde nog even Simon bellen. Je enorme klootzak. Ik was echt doodsbang, hè. En weet je wat erger is, hè, Simon? Ik was heel mij aan het schamen, omdat jij zei tegen mij, Timon, ik heb dat sowieso verzonnen, ik heb het sowieso geprankt. En ik was echt zo, oh nee, niemand gelooft mij. En ik had ook zo'n heel filmpje gemaakt en ik durfde het gewoon niet te versturen naar jullie, omdat ik dacht, Simon gaat weer tegen iedereen zeggen dat ik het aan het verzinnen ben, omdat het zo ongeloofwaardig overkomt. Valsaard. Ik heb dat wel goed gedaan. Hè. Ja, ik heb het wel heel goed gedaan. Timon, je bent weer even een beetje bijgekomen. Wat vond je ervan? Traumatisch. Ik ga uitstappen uit deze auto, ik ga meteen de politie bellen. Ja, dat ga ik doen. Je bent echt gewoon niet achtergekomen. Jawel, ik heb je die camera gevonden. Ja, oké. Toen ben je erachtergekomen. Maar daarvoor ben je er echt niet achtergekomen. Nee, ik had echt niks door. Maar ja, hoezo moet ik dit ook verwachten? Wil jij nou ook gestalkt worden? Laat even... Nee, grapje. Laat het weten en laat je adres achter in de comments. En we komen eraan. Nee, niet doen. Dat is te raar. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te abonneren en te liken. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Ja, doei doei! Yeah. Oh, mijn oren. Oh. Nu gaan we echt nooit meer stalken. Nee. Laat het weer. Yes!